Het interieur van alle winkels is bepalend voor de klant. En hoe interieurarchitecten hierop inspelen, horen we vandaag bij niveau 3. Belangrijk is een duidelijk zicht te krijgen op de visie van het bedrijf. Wat wil het bedrijf overbrengen aan zijn klanten? Met zijn producten, maar ook de grotere boodschap zoals duurzaamheid, versheid, maar ook prijsklasse. Dit gegeven moeten wij vertalen in materialen en in een sfeerschepping binnen het pand. En aangepast uiteraard aan het pand zelf. Dus dit is onze eerste job. Dus wij zetten al deze denkbeelden om in een reële vormgeving en in materiaalvertaling. Niet elk pand is geschikt voor wat men beoogt. Ik denk aan brandveiligheid, toegankelijkheid. Op dat ogenblik passen wij het concept aan met de nodige soepelheid aan het reële pand. Op basis daarvan worden 3D-voorstellen gemaakt, zodat onze klant perfect zicht krijgt op hoe het pand er straks gaat uitzien, wat de beleving is die de klant ziet. En daar gaan wij voor tot in 3D-presentaties, maar ook walkthroughs. En na goedkeuring daarvan wordt het allemaal uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Die uitvoeringsplannen worden getenderd bij aannemers. En na de keuze van de aannemers zijn we klaar voor de verbouwing. Afhankelijk van de opdracht die we van onze klant krijgen, gaan we dus samen met de aannemers alle situaties ter plaatse opvolgen. Maken wij de planning, maken wij details, uitvoeringsplannen. In het andere geval zijn we enkel assistentie wat betreft de uitleg en de bewaking van het concept. Wel, we kijken eigenlijk heel positief terug op de samenwerking van niveau 3. Ze hebben het concept ontworpen, maar het is voor ons belangrijk dat ze zich voldoende kunnen inleven in de operationele noden van een winkel en ook de behoeften van de franchise-nemer. Niveau 3 kan snel schakelen om een plan op tafel te leggen. En tot slot is uiteraard flexibiliteit belangrijk en daar hebben we eigenlijk in niveau 3 toch een zeer gedegelijke partner gevonden.